Hij heeft hier 2 weken op het terrein gestaan, het zorglab. En we hebben hem opengesteld voor iedereen die hier werkt. We hebben hem ook laten accrediteren voor onze verpleegkundigen, dus ze kunnen er ook bijscholingspunten mee verdienen. Wat je heel erg ziet is dat de zorg heel erg verandert. En je ziet dat er steeds minder collega's een zorgdiploma halen. Dus we zijn er gewoon op zoek naar, hey, hoe kunnen we nou zo goed mogelijk de zorg bieden aan de mensen die zorg nodig hebben en zorgbehoevend zijn. En dan zie je dat het zorglab daar een uitvinding op is om collega's eigenlijk een zaadje te planten over, hey, hoe ziet die zorg er nou in de toekomst uit? Wat betekent dat voor mij als zorgverlener? Zodat ze gaan nadenken, wat betekent dat voor mijn eigen houding en gedrag? Ik denk dat de vorm die het zorglab kiest heel erg aansprekend is en heel erg geschikt is om mensen het zelf te laten doen. Want er wordt inderdaad veel gesproken over technologie en zorgconcepten en ontwikkelingen. Het zijn hele waardevolle gesprekken. Het zorgt wel voor een gesprek op locaties en in teams en over hoe de toekomst eruit ziet. En dat, ja, het is gewoon interessant om daar met je collega's over in gesprek te gaan. En het is belangrijk als we daar met elkaar een beeld bij gaan vormen. In plaats dat het ons overkomt, kunnen we nu daar al voor zijn dat we daarmee over hebben en over nadenken. Ik zou plaatsing van het mobiele zorglab voor je organisatie iedereen aanraden. Het is een hele gave manier om in gesprek te gaan met je teams, met je afdelingen, met iedereen die op wat voor manier dan ook te maken heeft met de zorg. Om met elkaar na te denken over hoe ziet de toekomst eruit, wat willen we eigenlijk als organisatie. En daar is deze experience een heel mooi onderdeel van om dat proces te doorlopen. Nou, ik zou willen zeggen, als je echt wil dat het zaadje geplant wordt bij jouw medewerkers, bij je collega's over hoe ziet de toekomst in de zorg uit, dan moet je dit echt gaan ervaren, want je laat medewerkers een ervaring krijgen waar ze over doorpraten en uiteindelijk vormen met elkaar de nieuwe wereld van de gezondheidszorg met technologie en een andere manier van werken. Ja, ging goed, was leuk. Was erg leuk om te doen. Echt een aanrader voor iedereen, zeker.